Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. En je weet het, beste mensen, wij trommelen alle economen, alle top-economen nu, die hebben we nodig. En die gaan allemaal een visie of een licht laten schijnen op actuele financiële situatie in Suriname. Ik heb nu contact met de top-econoom, dat is Wierin Adjoja. Wierin, goedendag, welkom in onze uitzending. Goeiedag. Wat is de situatie nu economisch, als je het snelle analyse maakt als econoom? Van het land? Je kan zeggen dat het land in principe failliet is. Er zijn geen reserves meer. Men heeft heel veel geleend, op data geleend. We zitten nu op ongeveer 90% van het BBP. Qua leengedrag, of leenniveau. En dat zet een enorme druk op je deviezen. Want al die deviezen die gaan gewoon terug naar het buitenland. Om de banken die je hebt geleend te betalen, de rentebetalingen te doen, et cetera. Dus er is weinig geld over om voor het land te doen. Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat het gebeurt met de kassareserve, dat een deel daarvan is gebruikt, regelmatig gebruikt, onder andere voor leningen terug te betalen, te informeren, de koers, et cetera. En eigenlijk is men dus een beetje aan het einde van de lantijn. Financieel gezien. Dus het systeem kan elk moment in elkaar storten. En heeft vrijdag een wet aangenomen die bepaalt dat de koers van de Suriname-bank, die vijfde, dat die verplicht gaat zijn voor alle transacties, cash-transacties niet. Maar dat gaat natuurlijk niet met een zwakke markt creëren. Dus dat is ook geen oplossing. Dit is dus geen oplossing. En het wordt een beetje op gebeuren. Dat hele corona-ding is natuurlijk wel een factor die meespeelt. Heel veel bedrijven die hebben de deuren gesloten. Supermarkten zijn dicht, meer en deels. Dus ja, het is eigenlijk een beetje een wachten op het einde. Maar het lijkt wel op een meesterlijke zet, toch? Er is nu een wet aangenomen en die zorgt voor een, hoe zeg je dat, unificering van die koers. Er is nu maar één koers, 7,55 nog, en die gaan jullie allemaal hanteren. Dat is toch het beste voor het land in plaats van Tjotelau koers, Centrale Bank koers, Cambio koers, nu één koers. Ja, kijk, natuurlijk wil iedereen. Dat is buiten kijken. Eigenlijk niet één koers, maar een stabiele koers. Want dat is goed voor de economie, het is voorspelbaar, mensen weten wat er aan toe zijn. Je wordt geconfronteerd met elke een andere prijs. Je gaat een koers, een stabiele koers, ga je niet krijgen door een wet te plaatsen. Dat kan gewoon niet, dat is fysiek onmogelijk. Een koers wordt bepaald door vraag en aanbod van de SRD. Er zijn heel weinig vragen aan dat te doen. Dus heel veel vragen naar valuta met de US dollar met name. Dan gaat de prijs van de SRD omlaag. En dat wil zeggen, de koers gaat stijgen. Zo simpel is het. Als jij nu een wetpas gaat gaan waarbij je zegt de koers niet 57, dan kan je dat wel doen. Maar de realiteit, die gaat niet. Kijken naar wat een wet is. Die gaat gewoon zijn eigen gang. Het gevolg is, omdat men dus nu ook het wisselen, zeg maar, op de vraag waar we gaan stellen. Dus als iemand bijvoorbeeld uit Nederland komt, of vakantie naar Suriname, dat zal nog wel even duren. Maar tegen de tijd dat het weer zo is, dan kan zo'n persoon zijn geld gaan wisselen bij een cambio. Maar hij krijgt daarvoor 7,50. Maar buiten op straat, 15, 20. Zo iemand gaat dus gek zijn, natuurlijk. Gek zijn om zijn geld in een cambio te gaan wisselen. Die gaat naar die zwarte markt, want hij krijgt het meer voor. Meer dan 2 zoveel. Dus je gaat een enorme soort van marktontwikkeling krijgen. De slamami gebeuren aan de Jodenbloedstraat, de Salaman, dat gaat weer terugkomen. Want de economie luistert niet naar wat een toevallige coalitie denkt dat het zo moet zijn. De economie gaat gewoon werken op basis van de echte prikkels, economische prikkels die mensen hebben. En mensen gaan niet iets voor 7,50 verkopen als ze het ook voor 50 gulden, 15 SRD kunnen verkopen. Dus die wet is eigenlijk een, ja, het is een gedrag. Het gaat de situatie juist verergeren.
men denkt, of men leeft in de veronderstelling, dat die koers naar 57 gaat. Maar dat gaat absoluut niet gebeuren. Ja, maar het zijn wel toch slimme koppen 26 die zo'n wet indienen en aanneemt. Nou, dan moet ik u daar tegen spreken. Het zijn geen slimme koppen daar. Oh. Het zijn 26 domkoppen. En als je ziet, luistert naar hun motivatie bij die wet, wat ze allemaal zeggen, dan zou een kind van de eerste klas, Milo, die zou zich schamen voor wat ze daar aan het zeggen waren. Ze zijn gewoon regelrechte domkoppen. Zonder verstand van economie. En natuurlijk de speeches die ze hebben gehouden, die zijn allemaal voorgeschreven door andere mensen. Dus zij moesten gewoon daar een show afdraaien. En dan kan je de volgende vraag stellen, ja, waarom doe je dan zoiets dom? Toch? Als je weet dat dat dom is. Je hebt verschillende speculaties. Als je zich kunt herinneren, jaren 80, hadden de situatie van de EA eigen aanbreng. Waarbij je de fietsen heel goedkoop kon kopen bij de centrale bank. En vervolgens gingen al die mensen die heel duur gekocht op de zwarte markt. Waardoor ze dagelijks gewoon miljoenen maakten. En precies dezelfde situatie wordt gecreëerd. Kunstmatig wordt die situatie gecreëerd. Dus het lijkt er al op, of mensen hier krijgen sterk de indruk, dat men dit met opzet doet, puur om vlak voor de verkiezingen een grote jank te maken van een aantal miljoenen weer. Dus die njang is dat loyalisten zullen zijn dichtbij de pot die bij de centrale bank voor 7,50 gaan kopen en dat bedoel je? Exactly. Kijk, op het moment dat je het verschil hebt in de prijzen, dan krijg je handel, toch? Dat noem je arbitrage in de economie. Ja. Dus als ik iets kan kopen voor 7,50 en ik kan het verkopen voor 15 SAD, dan ga ik dat toch doen. Nu, wat nu gaat spelen, wie kan kopen voor 57? Alleen een bepaalde kleine klik. En dat deden ze ook al met Chotelal, hè, overigens. Dus dat ding van Chotelal, dat je goedkoop dollars daar kon vinden. Ik denk dat maar een kwart van die dollars naar het volk ging. Drie kwart ging naar bepaalde mensen, die dan weer op de zwarte markt gingen wisselen. Dus men creëert kunstmatig twee prijzen. En van het prijsverschil gaat men dan profiteren. Zo simpel is het. Mm-hmm. Maar ik sprak coalitie hoor, ik sprak ook indieners van deze wet, mensen die voorgestemd hebben. En die zeggen tegen mij, Wierin, eigenlijk is een maatregel om de koers omlaag te brengen en één koers en niet verschillende koers. En de koers is nu stabiel overal. Hebben ze toch een punt? De koers is helemaal niet stabiel overal. Hoor. Het is nog steeds even hoog. Kijk... Je gaat die koers pas naar 47 kunnen brengen. In theorie ga je dat alleen kunnen doen als de centrale bank, als iedereen nu naar de centrale bank kan gaan of naar een algemene bank en daar zijn SAD's kan wisselen voor 57. Als je iedereen de garantie kan geven van je kan het gewoon wisselen voor 57 en dat is de koers, dan gaat die koers inderdaad naar 57. No problem. Maar ga nu naar de bank en zeg ik wil SAD's wisselen in de US. Dan lach je uit. Die medewerkers kijken naar je alsof je van Mars of van Venus komt. Is er eens een waanzin om zoiets te gaan doen? Er zijn gewoon geen dollars. Dus ook al wil je, en je gaat zeggen dat is de prijs, er is geen dollars voor. De centrale bank heeft niet van 20 miljoen US op een monetaire reserve. Dat is nodig voor een halve maand eerst importen. Hoe ga je in hemelsnaam mensen van die US dollars voorzien? Dat is onmogelijk. Dat is een fantasie. Mm-hmm. Maar het is toch de bedoeling dat de koers dan stabiel wordt en niet meer 15 en 14 wat er nu gaande is, maar dat het gewoon omlaag gaat, toch? Dat is, ik bedoel, die mensen hebben ook ergens hart voor Suriname. En ze zien het, ze merken het dat iedereen klaagt over de hoge koers. Dus deze maatregel of deze wet is juist bedoeld om die koers omlaag te brengen, toch? Of hebben ze weer geen verstand van wat ze doen? Uw aanname dat ze hard hebben voor Suriname, dat is discutabel. En ook als ze hard hebben voor Suriname, dan doen ze iets wat absoluut niet gaat leiden tot iets wat beter is voor het volk, voor ons land. Absoluut niet. Is het meest dom wat je kan doen. Je gaat inderdaad twee koersen krijgen. Wat gaat het effect zijn van de ding? Je gaat twee koersen krijgen, eentje van 57. Maar met een heel beperkte aanbod. Heel weinig.
En alleen die kring rondom de regering, die gaat daarvan willen profiteren. Het 99% van de rest van de bevolking gaat geen toegang hebben tot die 47. Maar zij hebben ook behoefte aan die dollars. Voor allerhande redenen. Dus waar gaan ze die dollars halen? Op de zwarte markt. Nergens anders. Dus er gaat een hele zwarte markt gaat zich ontwikkelen nu. En je komt precies terug in de situatie van de jaren 80. Waarbij de centrale bank wel dollars had, toen bijvoorbeeld in 80, op de SF. En een paar mensen zijn daar steengedrenkt van geworden. En het volk moest op de Jodenbreedstraat en mag dus nog gaan wisselen. En die situatie... Van koers is veel hoger wat, hè? Toen ik dacht 7 of 8 was. Ja, ja, dat waren nog goede tijden, dus dit wordt nergens. Wat zal met die koers gebeuren op straat dan? Die koers op straat gaat, nu is hij op 13, 14. En door deze actie, door deze wet, gaat het aanbod van dollars nog meer worden afgezwakt, wordt beperkt. Want nu kun je nog bij een cambio wisselen. Het is beperkt, maar het kan. Dit wordt met die wet verboden. Hè? Dus wat gebeurt? Het aanbod zakt, de vraag is nog hetzelfde. Elke econoom weet, dan gaat de prijs omhoog. Hè? Dus de zwarte marktprijs, en dat is dus de koers, die gaat de komende dagen alleen maar stijgen. Die gaat even naar beneden gaan, toch? Want mensen gaan denken dat dit gaat werken. Maar in de long run is over volgende week ergens, ga je zien dat die koers omhoog gaat zitten. Dus het is een fiasco, zoals je het vertaalt. Ik bedoel, je kan geen wet nemen en dan gaat die koers omhoog. Ja, ik had nog niet een wet geschreven en ik zei, net als de wet ging te zeggen dat ik vanaf vandaag 20 jaar ben. Ja, toch? Nee, ja. Oké. Okay. Dus je wil het niet graag zijn, maar je gaat het niet worden. Oké. Er is zo'n wet genomen. Ik heb mensen gesproken die initiatiefnemers zien heel veel positieve kanten aan. Wat is goed aan deze wet volgens jou? Niets. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, toch, er moet toch één punt zijn. Er zijn bijna 10, artikel 18 zelf, heeft Bisikaba net geschreven voor mij, geappt. Ja, er is niets goed aan die wet. Ik kan niet gaan, er is niets goed aan die wet. Die wet is overigens is die wet het feit, de weten waarom die wet niet aangenomen, zegt dat genoeg. In eerste instantie ging de discussie in het parlement, de behandeling was een wetsvoorstel, initiatiefwet, waarbij twee artikelen in de wet op Brussel kantoren zouden worden gewijzigd. 3 uur in de ochtend hebben deze mensen plotseling een memorie van wijziging erin gestopt met een compleet nieuwe wet. Compleet nieuwe wet, die niet, helemaal niet was besproken eerder. Waarom doe je dat? Dat zegt al genoeg. Dan vraag ik je, waarom doen ze dat 3 uur in de ochtend? Waarom doen ze dat? Nee, het is heel simpel. Omdat ze wisten dat als je deze wet zou behandelen, dat tot enorme onlusten en situaties zou gaan leiden. Niemand gaat 3 uur in de ochtend naar een DNA-vergadering luisteren. Mm-hmm. Een paar mensen, ik heb dat natuurlijk wel geluisterd. Maar heel weinig mensen gaan dat doen. En heel weinig mensen gaan precies begrijpen wat er aan de hand is. Ja? Dus het gaat een beetje voorbij. En iedereen die denkt van, oh, die koers wordt 50, alles is goed. Dat is absoluut niet zo. Dus ze hebben het bewust zo gedaan om eigenlijk als een dievendernacht dat ding er doorheen te krijgen. En mensen gewoon finaal voor de gek te houden. Mm-hmm. Maar is toch wat wij willen 57? Vind, toen ik het hoorde, ik las die kop, ik denk, wauw, eindelijk zijn ze wakker. Een stabiele koers, 1 koers overal, geen Chotelau koers meer, geen centrale bank koers meer, geen cambio koers meer, maar gewoon 1 koers, 57. Vind ik, wauw, mooi. Dat is het niet dus. Mijn wauw klopt niet. Nee, absoluut niet. Ja, wat men heeft gezegd, laat me gewoon heel simpel zeggen, men heeft gezegd, alle handel in valuta is verboden. En als je dat doet, dan moet je daarbij verplicht om het tegen 57 te doen. Vervolgens is de werkelijke situatie dat als jij voor 57 dollars wil kopen, ga je het nergens vinden. Onmogelijk. Wat gaat het gevolg zijn? Iemand die zijn dollars wil verkopen, die gaat het niet voor 57 verkopen, want men weet dat niet de echte koers is, maar hij gaat het wel voor 15 aan jou verkopen. En jij hebt het nodig. Je hebt die 15 nodig, voor whatever reason, om je huur te betalen, om je kinderen te laten studeren, weet ik veel. Dus jij gaat verplicht zijn om het bij die man voor 15 te kopen.
Want je kan het niet faciliteiten, bijvoorbeeld fysiek. Nergens is het beschikbaar. En dan krijg je dan een andere markt, je krijgt een parallele markt die ze gaat ontwikkelen. En dat is een zwarte markt. Die gaat in alle hevigheid terugkomen. En van het verschil tussen die zwarte markt en de officiële koers gaan mensen multimiljonair worden. Dat is gewoon dat ding. Helder. Oké. Meestal, je kent NDP, hè? Als ze praten, dan praten alsof zij staan voor de kleine man op straat. Ik hoorde gisteren weer, de kleine man zal niets van merken, want het zijn niet die kleine man in de ghetto, in Abraham Rocky, in Wintiwai en Pont Buiten, de NDP-stemmers dus, die valuta hebben. Wat zullen deze mensen merken aan deze wet? Kijk, dus dat geeft weer aan dat economisch niveau onder nul van deze gasten. Kijk, ook al heb jij geen dollars, of ook al werk jij niet met dollars, omdat je misschien eens een bankrekening hebt. 90% van de mensen hebben geen valuta rekening. 95% van de mensen hebben geen valuta rekening. Weet je? 50% van de mensen werken niet met valuta. Dus dan denk je, oh, jij werkt alleen met SAT, dus je hebt er geen last van. Nee broer, je gaat er last van hebben. Maar wat gaat gebeuren? Die importeurs, die goederen moeten halen uit het buitenland, ja, om op in de supermarkten te zetten, die gaan geen koers van 10% kunnen krijgen bij de centrale bank. Dus zij gaan verplicht zijn om het ook buiten te kopen op die zwarte markt. Die gaan op 15 en dan gaat die naar 21. Wat gaat gebeuren? De prijzen van alle goederen gaan dus omhoog. Dus het feit dat jij geen US dollar of valuta component in je salaris hebt of meewerkt, is niet relevant. Je gaat ook de gevolgen daarvan hebben. En de gevolgen gaat zijn een torenhoge inflatie, supermarktprijs of niet altijd de supermarktprijs onbetaalbaar. De Gorgi kan staan, 50 SAT. Huh? En ze gaan geen tanden niet meer toetsen. Dat gaat gebeuren. Je brengt het lucht toe. Dus, zoals je het nu schetst, hè, dan is het juist de kleine man, die wordt juist de dupe van. Exactly. Zij hadden toch voor een volkspresident gekozen? Volks, met nadruk op volks. Nou, die volkspresident is een bospresident geworden. Zij kan een bospresident. Ja. We gaan het hierbij laten, Wieren. Ik wil je bedanken voor jouw toelichting. Wieren Adjoja, top econoom in Suriname. Dankjewel voor jouw tijd en bijdrage. Dank je. Anyway, dit is live radio Standvaste Diaspora Talk. En er gebeuren dingen. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio. Sabi!